Ik ben Jessica Steemrugge. Ik ben uroloog sinds medio 2012. En sinds die tijd werk ik ook hier in dit ziekenhuis. Wat mij aanspreekt in de zorg is dat ik het prettig vind vooral om met mensen bezig te zijn. Mensen komen bij je met een probleem, een ziekte. En dat is niet alleen de patiënt, maar dat is vaak ook de familie eromheen. En ik vind het prettig om voor ieder individu apart een oplossing te bedenken. Samen gaat knijpen, dat hoort hij niet te doen. Ik denk dat je als dokter je er bewust van moet zijn dat je altijd moet streven naar het maximaal haalbare. En ik denk dat, dat als je dat niet doet, dan denk dat je je doel mist. En ik denk dat dat verwachten patiënten ook van ons. Dus je probeert dat met alles wat je in je hebt, integer, probeer je dat te bereiken. Had u nog vragen? Nee, mensen vragen is: waarom ben je uroloog geworden? Het is een heel breed vak. Wij zien in tegenstelling tot wat mensen denken niet alleen oude mannen. Wij zien ook kinderen, wij zien vrouwen. Wij zien patiënten van begin tot het eind. En we hebben heel veel verschillende aspecten in ons vak. En dit is het allerleukste vak wat er is.